It's all I wanna do. Welkom bij de allereerste video in 2016 hier op mijn kanaal. Het is vandaag 1 januari, 3 uur precies. En om knallend te gaan starten speel ik een potje Domination op de map. Ik ga spelen met de CUDA Submachine Gun natuurlijk. Dus we gaan kijken of we chillen scoren kunnen gaan neerzetten. Keer Domination, het is nieuwjaar. Dus we gaan gewoon proberen lekker te beginnen. Vandaar dat ik mijn CUDA erbij pak met Long Barrel en de Accent Mac. Attachment, diamond cammetje erop, Strix UAV, Wraith en de hater en een specialist. Boeit niet, want die kan ik nog steeds niet inroepen, want ik heb mijn dark controller nog niet, jammer genoeg. But, we gaan kijken natuurlijk of we een chill potje kunnen neerzetten. Vergeet niet op de blauwe duimpje omhoog te drukken natuurlijk. Laten we kijken of we de allereerste video in 2016 massaal veel duimpjes omhoog kunnen laten worden. Dus vergeet hem daarom alsjeblieft niet te liken, voor mij helpt mij enorm. En we gaan gewoon kijken hoeveel likes we gaan halen. Als het de 80 zijn, ben ik blij. Als het de 50 zijn, ben ik blij. Als het de 100 zijn, ben ik blij. Als het de 300 zijn, ben ik blij. Weet ik veel waar het helemaal heen gaat. Sommige video's zijn echt insane gelijk op mijn kanaal dit jaar. Dus vorig jaar moet ik zeggen eigenlijk. Ik ben fout als ik dit jaar nog zeg. Want het is 2016. Maar zodra ik deze video's opneem... is het 2015 hoor, dus alleen als hij online komt is 2016. Dus easy boys, easy. Oké, ik wou even zeggen dat we kijken of ik mijn streets kon halen. Het zou wel mooi zijn als het eventjes lukt. Het ene grootste hier binnen. Ik heb bijna mijn Wraith, althans bijna, nog 4 kills ongeveer. Dus die gaan we gewoon proberen te halen. Oh, hier heb ik echt heel veel geluk. Moet hij echt wegwezen. Er zit iemand achter me. Hostile UAV spotted. Ik pleur naar beneden! Ik pleur gewoon fucking naar beneden! Ik zat op mijn 8 fucking stream. Oké, I'm done. Jongens, ik heb mijn allereerste val in 2016 al gemaakt. Oh... fuck off. Kut man. Maar ja, gewoon doorgaan. Foutje kan gebeuren. Kom, loop door. Lekker jongen, goed gedaan, pik. Als ik dadelijk 30 om 1 ga, dan kan ik mezelf echt voor mijn kop schieten. Serieus. Maar ja, dat is dan niet zo. Ik wil even de B-vlog pakken, teammates. Ja, mooi zo, ik kom open. Kom. Bravo, lockdown. Lekker teammate. Mooi samengewerkt, jongen. Lekker, oeh, daar ging een trapmine af, zag je dat? Dus hem pakken en dan hem. Prefire, nee! Nee, kak, ik ben nog echt dood ook. Ah, oh, ik had even, ik wou echt dat ik geluk had dat hij echt te scheef was gewoon. Maar dat was niet zo, shit. Oh. Wauw, dit is echt een ultieme lekkere lobbyboys. We gaan echt een lekker potje neerzetten, denk ik. Tenzij we nu echt fucking kut gaan. Beetje ben gedekt. Kom af en aan. Oh, oké. Dan niet, want je bent al dood. Oké. Ah, niemand op B dus. Hij is al dood. Eigenlijk moet ik erover nadenken. In die gang daar zo. Ben ik gewoon te vaak geschrokken van iemand die opeens voor me staat. Teammate, draai je om, retard! Jezus, wat een fucking mongool was dat. Dus het wordt 3 jaar geleden wordt Losing B gezegd. En what the fuck. Een paar minuten later denk ik mijn teammate, hey, laat ik eens een keer omdraaien, man. Hey, lijkt me een slim idee. Goed teammate, het komt heel erg goed. Niet vandaag. Zo. Wat zijn we aan het concentreren, want ze mogen van mij een been niet hebben. Dus dan... nu voor... nou, gelijk. Kap is enemies.
Ja, jij bent van je Annihilator af. Daar heb ik je even mee geholpen. Zitten we 1 op B. Wilden we 1 op B springen? Ah, die is dood. Mojo! Teamwork. Oh, in onze rug. Laat ik het dan ook even helpen, teammate. Een andere rug, dat vind ik stief. Dus pak jou deze. Dan pak ik hem. Securing A. Teammates, ga dan even op B. Oh, jongens. Wat een geluiden maken allemaal deze fucking video, zeg. Oh jee. Kom op B. Kom B. Lekker teammate. Kijk, dit teammate kan samenwerken. Weet even je naam niet. Sorry. Oké, er wil iemand hierheen. Waar gaat hij heen? Maar oké, hij komt hier uit, sowieso. Beste waterglitch, of hoe weer. Waterhead glitch ever, dat. Damn, son. Oké, let's go. Eerste ronde zit er op 24-50 ons ijskolen. Voor de allereerste ronde. Vergeleken met mijn teammates is dat best goed. Want die Sergio SNL die gaat ook lekker. En de rest allemaal negatief. Dus, hey. Applaus voor mijn teammates. Mijn enemies gaat er ook maar 1 iemand positief. Toppie Call of Duty. Toppie. Althans, Call of Duty is wel goed. Alleen de mensen die dit spelen. Ja. Ik kan, Tja. Kijk, als je 0 captures in Domination hebt, wat doe je dan in Domination? Dan kan je net zo goed gewoon Team Deathmatch gaan spelen. Of Kill Confirmed of zo. Ga dan niet een objective gameplay spelen. Ik heb zelf ook maar 2 captures. Dat weet ik. Dus ik moet niet te veel lullen of zo. Maar ik ga nu wel B pakken in mijn eentje. Terwijl er geen teammate of enemies bij me in de buurt zijn. Komt er nu één aankakken. Er komt er wat meer aankakken. Oh my god, hij is echt gerekt. Nu is hij zijn gravity spike namelijk kwijt. Let's go, Gordon. Voor de fun even opgepakt. Zo. Waar komt hij uit? Dit vind ik eng. Oh, ik heb hem afraid. Let's go, ik heb mijn hater. Er zit 1 op B. Nu niet meer. Maak die Guardian snel kapot. Kut, ik moet er niet in staan. Nee, ik ben dood, fuck. Waarom? Omdat ik een kut Guardian aan het kapot maken ben. Fuck my life. Kom op, raid, maak even wat, kiddies. Jij zuigt, echt waar. En jij ook. En nee, jij niet, want jij hebt Gorgon, of niet? En hij heeft die Manowar. Fuck. Ik heb gewoon geen specials ingekold, hè. Kun je nagaan, hè. Als ik die had gehad, had ik sowieso 2 keer mijn streetje kunnen halen, misschien wel. Die sniper duwt weer. Fucking hell, ga niet campen in deze kutgang, want dan kan je onmogelijk gekild worden, echt waar. Als je eenmaal een goede campspot hebt... Oh, dat ding is nog niet kapot. Zie je dan mijn teammate gewoon een ene kut doen? Hier. Oké, ik hoorde net 2 enemies hier lopen. Oké, dat is gewoon echt een return, want hij staat naast mijn teammate. Ik kreeg een termite om mijn bakken. Zo, er gaat er even vuurwerk af. Wow, deze is fucking awesome. Holy shit, je hoort hem. Dude, deze was fucking awesome, holy shit. Sorry dat ik even afgeleid werd. I'm sorry. Is it too late now to say sorry? Oh my god. Ik zit in een Justin Bieber liedje. Oké, I'm sorry. Jongens, ik doe het niet meer, sorry. Dat nummer hoort eigenlijk te vaak op de radio. Daarom ken ik hem. Holy shit, ik ben gewoon en ik ben dood. Oké, teammates, we gaan het sowieso winnen, maar we hebben een triple cap op dit moment. Teammates, je doet eens een keer wat, hé. Woe. Flirten dit, hé. What the fuck.
dat is mijn teammate. Doei, Annihilator. Dag. De muscle, even jij. Laat maar. Ik wou even hergenerate daar zo'n hoekje, maar ja, er kwam dus iemand in mijn rug. Ze pakken nog steeds geen ene vlag. Voor mij zijn de enemies er ook gewoon klaar mee. Denk ze ook van fuck off. Het is oud en nieuw bijna. Want ik neem dit op voordat het oud en nieuw is, hè jongens. Dus het is al 1 januari dat je deze video kijkt. Ik heb nog een faal. Jongens, ik heb 2 faals dit potje gehad. Namelijk dat ik mezelf killde op een 8 streak. En net. Maar, mocht je wel genoten hebben van de allereerste video in 2016. Laat dan even dat blauwe duimpje omhoog. Dat natuurlijk helpt mij enorm. Ik hoop dat jullie auto niet goed is gegaan. Laat even weten of je je vingers en je handen nog hebt natuurlijk. En jongens, bedankt voor het kijken in deze video. Tot en met 8 uur en 6 uur natuurlijk. Jongens, zoals ik al zei, bedankt voor het kijken. Tot straks. Doei!